Supporters die er zin in hebben voor de eerste thuiswedstrijd van Emmen terug in de Eredivisie. Een mooie ontvangst voor de 22. Waarbij er een hoop nieuwe spelers zijn, maar die zijn er nog niet bij vanaf de aftrap. Dus vooral de oude bekende. Met daar Asenoen, die dus de enige wijziging is ten opzichte van beide elftallen, ten opzichte van vorige week. Dat Kieftenbelt er natuurlijk niet bij is. Die is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Daardoor Bernadou, die is controlerende, speelt Romani op 10, Asenoen op links. Verder dezelfde namen als tegen PSV. De ploeg van Jozef Oosting met exact dezelfde namen als tegen FC Utrecht. Biret is er overigens niet bij, die is wel fit, maar is gewoon niet geselecteerd vandaag. Felida is er ook nog niet bij, want die is geblesseerd geraakt op de training. En Bakali ontbreekt ook nog. Wel op de bank dus Clement en Jozefzoon. En daar zit Mark Diemers, overgekomen van Feyenoord, begint op de bank bij Emmen. Araujo. Veendorp, Zivkovic. Vrij trap snel en goed genomen. Zivkovic is dus nog niet voor het doel, toen werd hij overtreding gemaakt. De voorzet is alleen wel goed en kon bijna worden ingegleden bij de eerste paal. Vlak deed dat vooral heel slim door die vrije trap snel te nemen, maar ook nog eens precies op maat. En dan is de paas op Rui Mendes goed. Die kijkt ook en ziet daar Asenoen komen. De eerste kans van de wedstrijd is voor hem. Oh, ruimte opeens voor Veendorp. Vraag je ook bij Vroeg wie pikt hem dan op. En het schot is niet eens zo gek. Nog lastig zat voor Fasen. Asenoen met de kansen. De man die dus in de ploeg is gekomen omdat Kieftenbelt is weggevallen. Ik denk niet dat hij hem helemaal zo had bedacht in de aanname. Maar uiteindelijk vindt hij wel de ruimte om te schieten. Fasen niet heel overtuigend, maar wel voldoende. Daardoor zeer onfortuinlijke Kieftenbelt. Ja, dat eigen doelpunt, daar kon iedereen nog om lachen. Het werd een veel triestere avond. Veendorp. Vlak. Hardeveld. Staan er 4 in de 16 van Emmen. De voorzet is alleen niet goed. Bernadou had wat ruimte gevonden. Asenoen, Romani, goed gespeeld door Emmen dit. Kan nog steeds via Vlak. Die schiet, maar dat gaat nog wel een meter of 5 naast. Romani had natuurlijk in eerste instantie al de schietkans. Maar omdat hij wegglijdt, kan je hem nog behoorlijk bij blesseren. Gaat dat mis? Nee, dat is uiteindelijk het schot dus van Vlak. Veendorp, goede bal dit. Zivkovic sprint, die heeft alleen Adeboye bij zich. Mendes heeft ook Romani nog voor het doel. Fase op de juiste plek. Voorzet was nu niet goed van Mendes. Balletje richting Asenoen. Verdedigd door Kari. Kramer goed. Rotonda. Oeh, niet goed gekopt hier. Zo in de voeten bij Zivkovic. Voor wie kiest hij? Asenoen. Asenoen. Tweede poging op doel. Weer van Asenoen. Nu wat makkelijker van Fasen. Bellassani. Daar is Kramer. Geen buitenspel. Maar ook geen controle over de bal. Hardeveld, goede controle. En de langs. Uitstekende actie, Hardeveld. Voorzet, net iets te hoog voor Zivkovic. Goede actie van de linksback. Eindelijk weer eens een serieuze kans.
Nou, ruim 5 jaar niet meer gescoord in de Eredivisie. Voornamelijk omdat hij er ook amper meer heeft gespeeld natuurlijk, Zivkovic. Zijn laatste was de dienst van Utrecht tegen AZ. Araujo, Asenun en dan is het rust. Nee, het mag nog door. Bracht de fluit al naar de mond, Higgler. Maar dit kan nog, dit mag nog. En dan stopt het hier. Oh. Zo, dat is nog even een kaart voor Araujo. Rare actie. Fase kan die bal ook wel eerder oppakken. Maar ja, wat is Araujo aan het doen in de 49e minuut? Nou, geel uiteraard. Kijk, Fase denkt, wacht maar, ik pak hem nog niet. Ja, uiteindelijk zet hij een sliding in en daarna is Fase zich een klein beetje aan het aanstellen. Araujo moet het niet doen. Dat hij nog vergaat, dat doet Fase natuurlijk helemaal zelf, want die kan die bal al lang oppakken en laat hem juist gaan om een beetje dit uit te lokken. Het is een debuut voor Emmen, Mark Diemers. Hij overkomt voor Feyenoord. Meldt zich achter spits Zivkovic, betekent dat Romani naar de linkerkant verhuist. Dat is slecht. Wangari, Romani. Diemers is naast hem, die sprint om daarbij te komen. Romani. En is dat een overtreding of niet? Nee, maar dan vervolgens gaat Adeboye nog eens in de fout. Romani ligt daar nog. Dan mag ook dit door. Romani ligt nog steeds. Het spel gaat ook nog steeds door. Daar is Zivkovic, die komt voorlangs. Dan wordt er nou gekeken naar Romani, die dus de kans kreeg. Werd gestuit. Nou, het is er buiten en zaakt ook de bal. Goed gedaan dit. Kili kijkt. Glijdt weg op het moment dat hij schiet. Schlegel niet heel overtuigend, maar tot van Kili miste natuurlijk ook wel wat dreiging. Romani verkeerd terug, Kramer van de bal gezet, sterk van Bernadou. Bernadou wacht tot hij die bal links kwijt kan, dat kan nu. Lage voorzet, Bernadou, zo! Misschien wel een mooier doelpunt dan deze, niet zo'n fraaie wedstrijd verdient. Maar het moet gezegd, als één ploeg de voorsprong verdient, is het Emmen. En de man die speelt op de plek van Michael Kieftenbelt maakt hem. En hij maakt hem ook. Echt. Want het begint allemaal bij Bernadou. Steekt vervolgens het halve veld over. Dan valt die bal voor zijn linker. En geweldig uitgehaald. Prachtige treffer. Met name goed van Josefsson. Voordeel kan gegeven, want daar is RKC en daar is vroeg die de controle mist. Maar het mogen duidelijk zijn, het doelpunt heeft RKC goed gedaan. Heeft doordat daar even geen risico moet worden genomen. Gaat Rui Mendes er maar eens achteraan van de buis. Fasen, dat is een hele rare bal, geen goeie. Rui Mendes heeft de techniek om daar wat mee te doen. Die heeft de voorzet en het doelpunt niet daar van Diemers. Want dat voorkomt Fasen dan wel goed. Door daar bovenop te zitten. Bernadou. Lekkere paas. Komt nog net het voetje tussen. Het is dat Gari zich daartussen gooit. Rui Mendes doet het uitstekend. Hele fijne controle. Heerlijke actie. Maar Fasen herstelt zich om dicht genoeg op Diemers te zitten. Oh, is dat een overtreding? Ja, is dat geel? Is dat geel? Nee, zegt Higgler. Dan had Araujo namelijk kunnen gaan douchen. Vandaar dat Oosting er heel even aan dacht. Maar goed, het blijft 11 tegen 11. Josefsson heeft wel de bal en uit de rug is daar Lobeet en die scoort. Het is 1-1. Amper een kans gehad RKC, maar ze scoren wel. Daar waar dat punt tegen Utrecht aanvoelde als misschien wel 2 te weinig, lijkt dit een punt te veel. Maar goed, dat heb je soms in een seizoen. Wel of geen buitenspel, dat lijkt het niet. Uit de rug van Araujo vertrekt Julen Lobete.
daar is het feest. Bernadou. En daar komt nog eens een keer Kuipers. Wordt hij aangetikt door Veldmaten? Ja. Dan krijgt Veldmaten geel en RKC een vrije trap waarvan je denkt, nou, dat kan ook nog wel eens 3 punten worden. De kans voor RKC. Ja, 1 punt heb je het gevoel. Nou, dat is eigenlijk iets te veel voor RKC. Gezien het feit dat ze amper iets hebben laten zien vandaag. Nog even overleggen. Hij ligt zo'n beetje ideaal. De vraag is alleen, lukt het hem? Jozefzoon? Nee. Tien seconden. In de extra tijd is er maar 1 ploeg die echt aanspraak lijkt te maken op de tweede treffer. RKC, merkwaardig genoeg. Maar goed, Lelieveld gooit er nog iets uit. Dat zou nog een kans kunnen zijn. De voorzet is wat hard, maar goed, daar staat Jozefzoon nog en die schiet hem over. En zo eindigt MRKC in 1-1. En daar is Emme het meest teleurgesteld over. Want die ploeg had lang uitzicht op 3 punten. RKC creëerde niet zoveel, maar Lobete zorgt voor een late gelijkmaker naar die hele vrije treffer van Bernadou. Eerste punt voor Emme. En dat zal niet aanvoelen als een lekker punt natuurlijk. Niet zoveel weggegeven, maar toch niet gewonnen.